Een goedemorgen vanuit zonnig Suriname. Ik ben nu op kantoor bij de bondsvoorzitter, de heer Pool. Ik heb begrepen dat de mensen hier ook nog in beraad zijn. Dus ik denk, nou, laat me even kijken of ik de heer Pool kan spreken. En de heer Pool was beschikbaar voor mij, dus we gaan even met hem in gesprek. Zodat hij kan vertellen ook van de andere kant wat er precies aan de hand is. Ook zij begrijpen ook dat de zorg gewaarborgd moet blijven, maar we gaan ook even horen wat er precies aan de hand is. Dus dan gaan we in beeld brengen de heer Pool, bondsvoorzitter van AZP. Goedemorgen meneer Pool, dank u wel voor uw tijd. Wat is er precies aan de hand? Goedemorgen mevrouw Botsen. Wat er aan de hand is, misschien een geheim voor het land, voor de gemeenschap, is dat er heel veel ontevredenheid over het reilen en zeilen binnen de zorg. En op dit moment zijn de leden in beraad. Vanwege het feit dat de regering in feite de minister van Volksgezondheid vooral geen afspraken nakomt. Geen afspraken nakomt? Ja. Welke afspraken is hier niet nagekomen? Kijk, er zijn een aantal afspraken die zijn gemaakt. Ik ga u even terugbrengen naar het moment, want ik heb niet alles hier op papier. Sinds het aantreden van deze regering, we waren ook bezig met de vorige regering dat er duidelijk zijn. U weet, als we praten over het beleid, dan praten we over voortgang van bestuur, toch? Dus daar deze regering heeft overgenomen, zijn we ook bezig met deze regering, want het is onze werkgever. Aha. Sorry, ja. Pardon hoor. Mevrouw Strukken, kunt u even. Ja, het is onze werkgever. Zo, we hebben dus aan de bel getrokken over tal van problemen. We hebben ook aan de bel getrokken over de brain drain die er heerst over in de zorg. In de zorg. Vooral als het gaat over een bepaald kader binnen de zorg. Ja. Er zijn vanaf toen al afspraken gemaakt. En als u nagaat, moet het personeel steeds weer in protest gaan voordat zaken zogenaamd worden aangepakt. Ja. We zijn bijvoorbeeld bezig geweest toen met ontheffingen. We zijn nog steeds daarmee bezig. We zijn bezig met een loonreeks. We zijn bezig met de problemen op de werkvloer. U moet weten, ik ga even over de neerdialyse praten, want men heeft aangegeven dat de mensen daar nu wel hetgeen niet klopt. De directie heeft bij mij aan de bel getrokken, ook specialisten hebben bij mij aan de bel getrokken. En ik ben zelf er naartoe gegaan om te kijken wat de situatie is. Ik zou niet zeggen dat het werk misschien niet een beetje vertraging en vertraagd gebeurt, maar de mensen werken. De mensen proberen zoveel mogelijk de zorg te verlenen. Maar men vergeet te zeggen dat het de mensen zijn die vaak toiletpapier van huis meenemen, uit hun eigen zak komen om zichzelf, maar ook de patiënten, tegemoet te komen. Dat zegt men niet. Ja. Men geeft niet aan hoe moeilijk de mensen het hebben wanneer de mensen naar het werk moeten komen en ze hebben geen benzine. Mensen nemen leningen bij geldschieters, komen soms in problemen, alleen maar omdat ze niet uitkomen. Dus wanneer we zo bezig zijn, mevrouw Botsen, dan begrijpt u, we zijn jaren bezig. Elke keer wordt het personeel voor de gek gehouden, dan gaan de mensen boos worden. En wat is er toen toegezegd dan door deze minister dat er gebeuren zou en het is niet gebeurd? Kijk, er zijn een heleboel dingen hoor. Maar bijvoorbeeld de AZP-loonreeks. Men heeft het gevoel dat de medewerkers alleen vechten voor een salaris. Dat is niet waar. Loonreeks is slechts een deel. Natuurlijk voor de persoon, want als je een gezin niet kan onderhouden, kan je ook niet aan het werk komen. Wie wil eigenlijk psychisch niet aanwezig zijn, niet geconcentreerd zijn bij de patiënt, toch? En dan moet je zorg verlenen. Dat kan niet. Nee. Toch? Dus de loonreeks is een van de zaken. Sinds het aantreden van de minister hebben we hem aangegeven dat we bezig zijn. De directie, de RVC, zijn met hem bezig geweest constant. Vorig jaar, ik moet u aangeven, we zijn sinds eind 2018 bezig een loonreeks. Maar bij deze gaat het ook niet alleen om een loonreeks, ik moet het zeggen, een heel functiehuis te creëren voor het academisch ziekenhuis. U begrijpt, de functies binnen de overheid kan je niet allemaal vergelijken en eigenlijk de meeste niet met de functies binnen het huis. Dus wij zijn bezig, samen met de directie, om te kijken naar wat moeten we doen om de functies in feite goed te beschrijven en ook goed te wegen, zodat de mensen een betere waardering kunnen krijgen. Zo, we zijn sinds eind 2018 bezig. Uiteindelijk zijn wij vorig jaar tot een compromis gekomen daarover. De minister is sinds toen er van op de hoogte. Maar je merkt dat wanneer het dan op de duur komt bij implementatie, want de minister was het eens, de RVC eens, de directie eens, de bond eens en ook de artsen zijn op de duur erbij gekomen,
Ze waren in feite sinds het begin betrokken, maar niet samen met de bond. Nu lopen we wel samen. Dus, maar elk moment dat het erop aankomt dat er eigenlijk implementatie moet plaatsvinden, zie je dat er vanuit de minister weer een of andere vertragingstactiek wordt toegepast. Dat terwijl mensen wegtrekken. U heeft de situatie gezien bij de NICU. Toch? Kinderen verliezen hun leven, ouders verliezen hun kinderen. Wat gaat de minister nu doen? Natuurlijk zijn we blij met alle hulp die komt, met alle oplossingen. Maar de minister heeft aangegeven dat hij buitenlanders zal aantrekken om het werk te komen doen ter ondersteuning. Maar had je al lang geïnvesteerd in ons personeel, dan waren ze niet weggetrokken. Als er een buitenlander komt, lijkt u aangeven, denkt u dat ze hetzelfde salaris gaan krijgen van het verplegend personeel hier? Dan kan je dat toch investeren in onze eigen mensen. Ja. Waarom waarderen we onze eigen mensen niet? Toch? Maar met de loonreeks gaat natuurlijk ook gepaard lichtdagtarieven en tarieven voor andere diensten die het ziekenhuis verleent. Ja. Daarover is de directie met de regering in onderhandeling geweest. Wij waren van plan, of dat was onze compromis, uiteindelijk na heel veel water in de wijn gedaan te hebben vanuit de bond, dat wij 1 januari 2022 onze loonreeks geïmplementeerd willen hebben. Wat gebeurt er op den duur? De regering vraagt naar meer tijd, terwijl je al die tijd bezig was. En de regering, ook het overlegorgaan van de regering van de president, is met de directie bezig geweest. En iedereen heeft gezegd, oké, akkoord. Wanneer het komt op implementatie, weer een vertragingstactiek. Men heeft ons zelf naar de rechter gesleept, toen de minister toen ook zijn afspraken niet is nagekomen, omdat het personeel in beraad moest gaan. Er zijn afspraken gemaakt bij de rechter. We hebben een schikking getroffen samen met de directie. De directie heeft 3 maanden gehad om te onderhandelen verder met de regering over de luchtdagtarieven. Wat gebeurt er na de 3 maanden? Nul op het rekest. De mensen gaan weer in protest. We hebben toen ook samen met Organic Movement waren we op straat. Ik denk dat u het ook heeft gevolgd. Ja. De minister had ons uitgenodigd 1 dag van tevoren. We hebben gezegd, minister, het personeel wil in feite niet in beraad zijn. Maar we vertrouwen die Mofotaki niet meer. De mondelinge afspraken vertrouwen niet. Leg het vast op papier. En dan kunnen we de mensen vragen om het beraad op te schorten. Want natuurlijk wil het personeel in feite niet op straat zijn in beraad. Maar de mensen willen uiteindelijk hun zaken gedaan krijgen. En ik mag u aangeven, het is vastgelegd. Nadat het is vastgelegd, heeft het personeel besloten het beraad per onmiddellijk op te schorten. Zo billig en redelijk is het personeel toch geweest na al die tijd dat ze zo vaak voor de gek zijn gehouden door dezezelfde minister van Volksgezondheid. Ik zeg het gewoon het is. Aan tafel heb ik de minister zo meteen gezegd van, straks gaat u ons wel naar het gerecht sliepen. Weet u waarom? Ik weet al bijna 100% dat de afspraken niet nagekomen zullen worden. Zo, de afspraken zijn hier vastgelegd. Je mag het lezen, maar ook een kopie ervan. Graag. Als ja. Maar we hebben gesproken over de loonreeks. We hebben gesproken over de COVID-toelagen die de mensen al lang moesten krijgen. En het zou uiterlijk 29 juli gestart worden. Weet u wanneer de mensen het hebben ontvangen? Een paar hebben pas gisteren ontvangen. Wij hebben gesproken... En, dus kijk, er is afgesproken, 29 juli krijgen jullie COVID-toelagen. Ja. Dus niet geweest, is het daar toen ook communicatie over geweest? De minister heeft gezegd van, luister, het lukt me niet, ja, maar minna Amoni. Dat hebben ze niet gezegd. Ze hebben niet gezegd, gewoon moesten jullie wachten en Amoni no door, Amoni no door. Zo. Okay. Ik heb wel met minister Ramdin, want hij is de voorzitter van de clusterministers. In feite zijn het met hem en de andere ministers afspraken gemaakt. Ramdin of Ramadan? Ramdin. Oké, okay. Minister van Buitenlandse Zaken. Als voorzitter, precies. Okay. Ik heb met hem geappt en ik heb hem aangegeven, minister, de zaken lopen niet zoals afgesproken. Hij heeft me elke keer weer gezegd dat hij gaat nagaan wat er precies aan de hand is. Maar de COVID-toelage is pas deze week uiteindelijk uitbetaald. De directie had me wel gezegd, daar moet ik eerlijk over zijn, dat ze het vorige week op de rekening van AZ heeft gekregen. Ik denk woensdag of zo. Ze hebben het woensdag binnengekregen, het was toegezegd in juli. Sinds 29 juli, uiterlijk 29 juli. De afspraken zijn op 24 juli gemaakt. En het zou uiterlijk 29 juli zijn gestort. Gestort. Niet gedaan, daarover is er ook niet gecommuniceerd. Van hun uit niet. Okay. Ze hebben verder niets aangegeven. Okay. Alleen dat ze gaan nakijken wat er eigenlijk aan de hand is. Ja.
We hebben gesproken over een SZF premium kaart. De minister, want ik heb even een interview van de minister gevolgd, laat het eigenlijk doen door schimmelaars of we ook een premium kaart willen. Voor mij is die naam premium niet belangrijk. Belangrijk is dat je zorg verleent en je mag niet verstoken raken van geen enkele vorm van medische behandeling of zorg of medicatie. Wat hebben we gedaan? En die zorg, die kaart is voor het personeel bedoelt u? Of voor het personeel. Oké, zo. Helder. Wat hebben we gedaan? Op 26 juli is er een afspraak gemaakt, het staat ook hier. Er zou een stakeholders meeting zijn, waarbij bond AZP en bond Slans, ik moet dat ook even vermelden, want wij, deze twee bonden waren uitgenodigd door de Raad van Ministers toen. Wij zijn geweest naar de afspraak. 26 juli? Wat zei je? Door de clusterminister, sorry, ik zei raad van minister, pardon. Clusterminister. Door de clusterminister. 26 juli zijn we er naartoe gegaan, want de bonden houden zich altijd aan de afspraken. De vooral, heer Edam, hè? Ja, de heer Edam was ook erbij. Ja. Voorzitter Bond Slans en andere ziekenhuisbonden. Ja. Wij zijn er naartoe gegaan, wat bleef daar? Eigenlijk zijn we gewoon voor de gek gehouden. De ODAD van de minister was daar. Zij moest ervoor zorgen dat er een presentatie gehouden zou worden. De presentatie is gehouden door een meneer Sprenger. Ja. Hij heeft een presentatie gedaan over het nationaal plan, het herstelplan vanuit waarmee de regering in feite bezig is. Maar ze waren geen van beiden op de hoogte ervan dat we bezig zijn met de medische voorziening van de zorg. En meneer Sprenger, ik zeg het gewoon, heeft ook duidelijk aangegeven, maar zomaar heeft men mij uit mijn verlof gehaald, want dan ben ik eigenlijk verkeerd. Het is een heel verkeerd ding waarvoor ik hier ben uitgenodigd. Ja, de heer Sprenger was vorige week bij mij in de studio, die is bezig inderdaad met het herstelplan. Zo, ik kan hem vragen. Voor de zorg, ja. Wij hebben weer aan de bel getrokken, ik zeg meneer Ramdin, dat ding gaat niet goed. Ramdin heb ik ook geïnformeerd. Daarna heb ik ook niets meer van ze gehoord daarover. Het instellen van een overlegorgaan voor het academisch ziekenhuis Paramaribo was ook een van de issues. De minister van Arbeid heeft de opdracht gekregen en heeft toegezegd dat hij een advies zal doen, hij moest documenten krijgen, hij zou een advies doen over het overlegorgaan. Dat zou binnen een week gebeuren. En ik mag u aangeven, 8 augustus heb ik minister Ramadine geappt. Ik zeg minister ook, die afspraak is niet nagekomen. En hij zei me, oh wacht, ik heb ook de minister van Arbeid gevraagd wat er aan de hand is. En na 10 minuten krijg ik een document van minister Ramadine, gedateerd 2 augustus, waarbij de minister van Arbeid het advies werkelijk heeft gedaan. En ik kan u zeggen, aan de hand van zijn advies, natuurlijk bepaalde aanpassingen, hebben de bond en de directie op den duur ervoor gezorgd dat er toch een overlegorgaan is ingesteld. Dus als ik het goed heb, even terug. Er is een afspraak gemaakt, er gaat een overlegorgaan worden ingesteld, en ja, er komt een advies uit van het ministerie van Arbeid. Nou, daar wacht u op en u stuurt een bericht naar de heer Ramadine, de minister, zegt, hey, we hebben helemaal niks gehoord. Ja. Oh, zegt u, even ga erachteraan. Vervolgens krijgt u document dat al vanaf 2 augustus klaar ligt. Klaar ligt. Dus waar ligt het aan? Is er dus bewuste sabotage? Is het vertraging? Sana de suma neurokoboen in het systeem? In allerlei schakels, massa neurokoboen dan? Dus kijk, ik ga u eerlijk zeggen, als het vanuit de bond ligt, wij houden ons altijd aan onze afspraken. Waarom? Wij willen niet horen dat wij eigenlijk ervoor zorgen dat de zaken niet geïmplementeerd of uitgevoerd kunnen worden. Dus het ligt natuurlijk aan de zijde van de regering. Ja. Toch? U merkt het uit mijn relaas, ik heb het ook op papier, wij houden ons aan onze afspraken. We hebben ook gesproken over ontheffing van de personeelstop. Er moesten documenten gaan naar de minister, minister Ramadine, en hij zou het brengen naar de Raad van Ministers op 3 augustus. En het ontheffing personeel stopt, dus met andere woorden, personeel moet worden aangenomen? Nee, personeel is al in dienst, maar ze moeten alleen een vaste aanstelling krijgen. Aha, wat het is belangrijk om te weten, want dat zijn de termen. Dus ontheffing van personeel betekent, de mensen die in dienst zijn genomen, moeten hun vaste aanstelling krijgen. Bij deze gaat het daarover. Oké, okay. En het gaat om een lijst van 210 mensen. Eergisteren, lijkt ook nog niet daarover, wij hebben ook aan de bel getrokken daarover, en ik ga u eens zeggen, gisteren heb ik een bericht gekregen van de minister. Maar ik moet even doorgaan, laten we dit eens afmaken. Zeker. En, we hebben ook gesproken over bouwkavels voor het personeel. Er is een afspraak gemaakt met de minister Voswijk. We zijn nu pratende daarover. Ik wil u aangeven,
Wij zijn niet 100% volgestemd. Reden waarom? Het blijkt elke keer weer dat het bij de uitvoering verkeerd gaat. Maar wat er nu eruit ziet, ten aanzien van de bouwkavels, dat denk ik dat wij wel een aantal leden zullen kunnen helpen. Als partijen, en vooral de tegenpartij, zich houdt aan de afspraken. Er was ook gesproken over een centrale inkoop van medicatie enzovoorts. Ja. Dat is om eigenlijk een overzicht te hebben. Dat is natuurlijk een sticking term, ze zijn bezig daarmee. Het betaalbaar houden van opleidingen. Ja. Wij als de ABLAS hebben een voorstel gedaan. Ik zeg minister, kijk, en de totale regering, we hadden het toen ook vastgelegd. Als je verpleegkundige wilt, moet je in ze investeren. Als je medewerkers binnen de zorg nodig hebt, moet je in ze investeren. Kan het niet dat de opleiding gratis aan ze wordt verzorgd? En dat teken je een overeenkomst met de mensen. Natuurlijk een goede overeenkomst, want ik merk wel dat mensen toch de gelegenheid hebben of krijgen om weg te gaan naar andere landen als zij eenmaal hun studie af hebben. Ja. Maar daar moet de regering natuurlijk in komen. Er zijn wetten, er zijn zoveel dingen die je kan doen. Ja. So, zij hebben aangegeven dat zij, voor wat betreft de specialistische opleidingen, dat het ministerie zoveel mogelijk in financiële zin ondersteuning biedt. Maar goed, ze hebben wel aangegeven dat ze naar het voorstel van de ABLAS gaan kijken. Dat staat ook hier aangegeven. Mm-hmm. En het laatste punt, daar is aangegeven dat het clusterteam van ministers de gang van zaken eigenlijk, lijkt het gewoon even lezen. Het clusterteam van ministers zal de gemaakte afspraken monitoren. Belangrijk is dat de aan te leveren documenten tijdig worden ingediend bij de respectieve ministers en er wordt een beroep gedaan op zowel de bonden als de ministers om zoveel als mogelijk de medewerking te verlenen om de afspraken na te komen. Ook is er een beroep gedaan om deze afspraak zo snel als mogelijk te communiceren met het zorgpersoneel om de rust zoveel mogelijk te bewaren. Ik heb het zo net al aangegeven toen we door hebben gecommuniceerd. En we hebben het document gekregen, heeft het personeel direct besloten het beraad op te schorten. Wat bleek? Oh ja, ten aanzien van die loonreek zouden er twee commissies komen. Eén, om binnen een week een advies te geven over het uittreden van FISO. Uit FISO, de streefdatum om uit FISO te treden is augustus 2022. Hiertegen is vanuit de cluster van ministers geen bezwaar. Partijen streven hiernaar. Eén commissie die binnen twee weken een advies geeft over de nieuwe loonstructuur van het AZP over de uitvoerbaarheid. Uitgaande van de huidige situatie na de reeds toegekende 17% loonverhoging, BISA, VG, Financiën en Bonden. Wij hebben met één, ik denk dezelfde dag of de volgende dag, onze kandidaten voorgeschoven natuurlijk. En bleek dat de eerste commissie, pas een week daarna, ongeveer een week na pas, is geïnstalleerd. Ook nadat we hebben aangegeven dat het niet kon. Ja. Zo. Is de commissie bezig met de minister? Eerst onderling natuurlijk. Er is toen een afspraak gemaakt vanuit de minister dat de commissie, althans stakeholders, samen met de minister aan tafel zouden komen. Dat zou zijn vrijdag 5 augustus. Mm-hmm. Om in feite naar de adviezen te kijken. De minister heeft die afspraak gecanceld en verschoven naar 8 augustus. 8 augustus heeft hij de afspraak wel gecanceld naar 10 augustus. Na 10 augustus is er geen afspraak meer gekomen. Er en zijn... is meer gehoord van de minister daarover? Nee. Okay. Nadat er binnen de commissie, want onze leden houden ons natuurlijk op de hoogte van de gang van zaken. Ja. Nadat er hier en daar is gesproken, heeft op den duur de ODAD van de minister aangegeven dat zij de commissie zou trekken. Maar daarna is er niets meer gebeurd. Zo. Het personeel heeft aan de bel getrokken bij het bestuur van... Maar bestuur, die dingen lopen niet. We hebben een ALV gehouden en men heeft toen besloten in beraad te gaan. Ja. En men is natuurlijk meer dan beu over de situatie dat afspraken niet worden nagekomen. Elke keer dat je in beraad gaat, wordt er misschien gewerkt aan één ding. Mm-hmm. Maar concreet aan de afspraken wordt er niet veel gedaan. Als men bereid is het beraad of de acties op te schorten, wat gebeurt er? In feite wordt er niet meer gewerkt aan zaken.
Dus het personeel heeft besloten dat zij in beraad blijft totdat de punten werkelijk zijn opgelost. Oké, okay, want ik heb het. Oké, nee, ik ga je gaat u raad. We zijn op den duur. Vanaf vorige week vrijdag is het beraad aangekondigd. Je ziet wanneer de afspraken zijn gemaakt, hoe het zou verlopen, hoe lang we hebben gewacht voordat we uiteindelijk die ALV hebben uitgeschreven met onze leden. Alleen omdat wij rust willen in de zorg. Wij willen niet dat de gemeenschap verstoken raakt van zorg. Maar het belang van het personeel moet ook geregeld worden. Ja. Zo. Wij hebben vrijdag het beraad aangekondigd. Op den duur zijn wij uitgenodigd. Eergisteren door de minister van Buitenlandse Zaken om weer aan tafel te gaan. Daarvoor, één dag daarvoor, heeft de minister van Volksgezondheid mij gevraagd om aan tafel te gaan, want hij hoort dat we in beraad zijn. Ik zeg, minister, we zijn altijd bereid om aan tafel te gaan, indien er oplossingen zijn. Want we hebben al onderhandeld. Waarvoor moeten we nog aan tafel als er geen oplossingen zijn? Ja. Zo. De minister van Buitenlandse Zaken heeft ons uitgenodigd via de directeur van het ziekenhuis, mevrouw Redan. Ik heb er ook aangegeven, directeur, we willen wel, maar er moeten oplossingen zijn. Daar gaan we voor. Ja. Oplossingen, er zijn toezeggingen gedaan. Men heeft ons naar de rechter gebracht. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Wat moet het personeel nog meer inleveren? Zo, we zijn naar de afspraak gegaan en blijkt daar dat men in feite andere afspraken wil maken. En ik mag u zeggen, aan tafel al heb ik de minister toen aangegeven. Minister, de minister van Volksgezondheid hoor. Minister, u komt uw afspraken nooit na. En in feite, want dat heeft een van mijn collega's maar iets lang gezegd, bijna aan het begin van deze minister zijn aantreden. Van Pool, ik ga eerlijk zeggen, als je met deze minister aan tafel zit, moet je eigenlijk met een team in korte zitten. Toch? Want hij maakt afspraken en hij komt die afspraken niet na. En morgen zegt hij iets anders. En dat heb ik daar aan tafel. Ik had dat eerder ook al gemerkt. Maar daar aan tafel, die dag mevrouw Botsen, kan ik je zeggen, was het meer dan duidelijk. En ik kwam er niet meer onderuit. Maar wat te zeggen? Toch? Want ook nu in zijn persconferentie, ik denk dat het gisteren is gehouden, heeft hij wel een valide verklaard. Toch? Maar goed. Ik breng het toch even naar het moment. We zijn getogen naar Bibus. Ja. De minister van Buitenlandse Zaken met zijn team, samen met het personeel. Het personeel heeft gezegd, we zijn in beraad, we gaan mee. We gaan het bestuur ondersteunen. Laat men zien dat het niet aan het bestuur ligt, maar dat het aan de regering ligt en we zijn meer dan moe. We willen oplossingen, we willen gaan werken. Ja. Want het is niet dat het werk is neergelegd, want de mensen werken. Ja. Toch, we willen gaan werken. We willen niet dat er jugo-jugo is, maar laten de mannen hun afspraken nakomen. Maar dat is gewoon klaar. Dan gaan we vrolijk verder. Goed. De minister van Buitenlandse Zaken heeft virtueel deelgenomen aan de meeting. Dat niet zo erg is. We maken daarvan geen probleem. Nee. Zolang er oplossingen zijn. Ja. Zo redelijk zijn we. Ja. Maar daar blijkt dat de minister weer een andere draai heeft, bijvoorbeeld aan de afspraken die gemaakt zijn over de loonreeks. De minister geeft daaraan weer dat hij een integrale benadering wil. En in feite weer een vertragingstactiek. Er worden andere instanties genoemd, zoals de bloedbank enzovoorts. Terwijl we aan tafel duidelijke afspraken hebben gemaakt van laat academisch ziekenhuis en slans alvast gaan eruit, want die zijn al voorbereid. Die andere instanties kunnen later komen. Wij hebben nooit bezwaar getekend ertegen dat andere instanties ook beter moeten verdienen. Twee. Eén, het zijn Surinamers. Overwegen. Twee, het gaat ook over zorgpersoneel. En het naar de zorg is de enige wanneer je kijkt naar de beroepsgroepen, laat dat duidelijk zijn, dat het alleen de zorg is die nog steeds in visio is. Alle anderen zijn eruit. Alle anderen, wanneer er een loonsverhoging komt, krijgen een loonsverhoging op hun loonreeks, niet op een visio loonreeks. Begrijpt u? En de minister was eens. Aan tafel heeft hij weer iets anders gezegd. Nog meer geeft de minister van Binnenlandse Zaken daar een advies dat nu alleen de verpleegkundigen, paramedici en de medici eruit gelegd moeten worden. Migado. Maar daar waren we zo bezig. Dus u zegt, de afspraken waren duidelijk, dat heeft u op papier. En in één keer worden die afspraken eenzijdig gewijzigd, komen met andere voorstellen. Daar is niet voorgelegd eerder aan u. Nee. Van luister nou, Oulukasan die zie eigenlijk, maar kan ik moet doen, denk ik toch, want trouwens, die Mick Aladdin trouw aankomt, ook toe erbij, bloedbank en weet ik wie.
komen die erbij. Maar dat is niet vooraf met u gecommuniceerd? Nee, dat is vooraf is er gecommuniceerd dat de minister een integrale aanpak wil binnen de ziekenhuizen. Binnen de ziekenhuizen? Binnen de ziekenhuizen, de overheidsziekenhuizen. Eigenlijk had hij allemaal genoemd. Op den duur heb ik met mijn collega's gesproken. En ik kan u zeggen, de bestuurder, de voorzitter, laat zeggen, de bestuurder van het Diakonessenhuis, LKZ, PCS en MMC, hebben allemaal aangegeven, jullie zijn al zover. Wij willen geen oponthoud zijn voor jullie. En we kunnen ook een voorbeeld nemen bij jullie. En onderling hebben we toen afgesproken en er is ook een schrijven gegaan naar de minister hierover. Wij willen natuurlijk ook iets, maar laat de loondriks van AZ een leidraad zijn. En wij mogen geen oponthoud zijn voor het academisch ziekenhuis en Slans. Want Slans is intussen ook bezig. Maar dat is ook raar hoor, dus dat is mijn mening. Als je gelijk alle ziekenhuizen had betrokken om dit in één keer te regelen. Maar nu is het alleen maar academisch ziekenhuis en Slans Hospitaal en dan moet de rest even wachten. Zo. Dat is ook een beetje raar. Als de minister, dat is wat ik zeg. Als de minister sinds zijn aantreden toen wij bezig waren had gezegd een integrale aanpak, waren we op dit moment hier. Ja. Dan gingen we naar de integrale aanpak. Maar het is later bijgekomen dat hij zegt van later voortschrijdend inzicht, no? Amman kiest vandaan. Zo. Ik gaf je zo net aan elk moment wanneer we eigenlijk op het punt komen dat er in feite implementatie moet plaatsvinden, komt wordt er iets een anders. Andere vertragingstactiek toegepast. Drainering. Zo. Na de brief te hebben ontvangen, want hij heeft zelf gevraagd, laat dat duidelijk aangeven in een schrijven naar integrale aanpak. De bonden hebben toen kenbaar gemaakt, ze zijn klaar om met hem te onderhandelen. En wat doet hij? Hij schrijft weer naar ze toe, ze moeten naar de directeur. Oké, okay. Want integrale bent u natuurlijk niet tegen. Dat is natuurlijk geweldig als alle ziekenhuizen, alle zorgmedewerkers hun loon worden aangepast. Dus tegen integraal bent u niet tegen, alleen zegt u de procedure zoals het gegaan is. Dat is niet correct, want het lijkt op een vertragingstechniek. Het is een vertragingstechniek. Mm-hmm. Het lijkt niet erop, het is. Is. Oké, okay. Dan gaan we nu weer over andere zaken praten in plaats van, oké. Okay. Ik heb ook gezien, want ik volg de ontwikkeling en ik praat ook met mijn collega's, dat zij een beroep doen op het ministerie en op financiën natuurlijk, want ze waren ook in acties, ze hadden problemen daar, vooral die 17% verhoging, er waren toelages van ze ingehouden. Ik praat niet voor ze hard, ik zeg gewoon wat er is gebeurd, want ik ben niet een vertegenwoordiger. Maar waarbij de minister ze ook heeft gestuurd, jullie zijn geen overheidsziekenhuizen. Jullie zijn stichtingen en eigenlijk particulieren, je moet gaan onderhandelen met je directeur. Ja. Maar nu zeg je wilt iedereen betrekken. Dus ik weet niet waarmee de minister eigenlijk is. Dus in eerste instantie zegt hij van nee, jullie zijn geen overheidsinstellingen, dus je moet dit gesprek voeren met de directie. Volgens mij is dat ook correct. En nu zegt hij nee, we willen allemaal aan. Ja. Begrijpt u? Dus ja. En want plotseling. Ik heb toch ook een vraag. Heel veel mensen stellen zich die vraag af. Je hebt net gesproken over bouwkavels. Waarom moet het ziekenhuispersoneel bouwkavels krijgen? Kijk, het gaat niet alleen om het ziekenhuispersoneel moet bouwkavels krijgen. Het gaat erom dat wij van mening zijn, ja, zoals de wet dat aangeeft, dat elke Suriname recht heeft. Ja. Als organisatie kijken we er naar, want we zijn ook een beetje een sociale organisatie, toch? Niet een beetje, we zijn een sociale organisatie. Ja. Toch? Wat kan je de mensen helpen? Ja. Er zijn mogelijkheden om collectief aan te vragen, aha, dat je later dan kan verdelen voor je leden of andere dingen. Maar waar niet mee gesjoemeld gaat worden, want ik kies dat. Dat is ook een van de dingen. Ja, ja, ja. Want kijk, we hebben ook gehoord nu dat bijvoorbeeld dat pensioenen van SLM bijvoorbeeld helemaal zijn gebruikt. Ook door ja, directie en weet ik veel wie. Dus je kan als collectief aanvragen en dan krijgt zeg maar de bond of weet ik veel wie krijgt dan terreinen. En dan gaan ze het misschien weer verkopen, wordt het hele joegoe joegoe, hallo vrome meegedaan. Want daar is ook weer wat er gebeurt in Suriname. Hè? Al die dingen zijn gebeurd. Ook al gebeurd? Al die dingen, niet hier bij ons, nee, maar al die dingen zijn gebeurd. Al gebeurd, ja. Wat wij doen, we zijn transparant naar onze leden toe. Okay. De leden weten dat we hebben aangevraagd. Ze weten dat we bezig zijn. Als man hebben we geen geld om te zeggen, wij kopen voor het personeel. Nee. Anders nee, hadden we het gedaan, daar hadden we niet gewacht op de overheid. Nee. Ja toch? Maar wanneer je een bouwkavel hebt, ben je in elk geval veel geholpen. Als je kijkt naar het bedrag dat je moet neertellen voor een huurhuis, bijna je salaris. Ja. Sommige mensen, hun salaris is niet eens toereikend. Ja. Want als je kijkt naar wat de interieurverzorger verdient, wie kan 300 euro betalen voor een huurhuis tegenwoordig?
Wat ga je eten, wat ga je drinken? Ja. Wij hebben toen vanaf 2017 een aanvraag ingediend. 2017? Vanaf 2017. En het loopt maar niet, het loopt maar niet. We hebben brieven geschreven. Op den duur wat blijkt, de regering heeft het afgepakt. Ze hebben het verdeeld aan anderen. Oh ja? En waar had u aangevraagd? In Kommerwijnen. Net naast 2017. Was, wie was vanaf toen, 2017. En wie was toen de minister van... Want waar vraagt u het aan? Toen was het ROGB toch, minister van ROGB. Er zijn verschillende ministers geweest. Oh ja, ik weet niet meer veel gereshuffeld toen. Welke minister er was toen we hebben gevraagd. Maar we hebben wel brieven geschreven naar alle ministers. Ja. Ook naar minister Pocky, ook naar de vicepresident hebben we geschreven. En toen blijkt dat datgene wat u heeft aangevraagd is afgepakt en is verdeeld onder friends and family? Kijk, ik hoorde de berichten al. Maar ik hou van formele zaken. Ik ben niet iemand die op geruchten afgaat. Nee, alhoewel je weet dat het waar kan zijn, want we zien wat er gebeurt binnen de gemeenschap. Ja. Aan tafel met minister Forswijk is het duidelijk naar voren gekomen dat die grond helemaal is uitgegeven. En we praten over 200 hectare. Wauw, en het was uitgegeven in deze periode of is het al voorheen uitgegeven? Ik heb begrepen beide periodes. Oké, dat is triest. Zo. Er is een compromis gesloten en ik hoop dat dat wel van de tafel komt. Ja. Ga door. Even kijken, ik had een vraag over dus die bouwkavels en oké, dat is helder die uitleg. En ten aanzien van de zorg, ik zie personeel daar zitten. Een zuster zegt, wij werken wel, maar misschien op een lager pitje. Maar de zorg voor de mensen is gewaarborgd. Mensen worden gewassen, mensen krijgen hun medicatie op tijd. Tot op dit moment, ik denk dat u ook een interview heeft gehad met de verpleegkundig directeur. Ja, mevrouw Niemen, die heeft ook toegezegd. Ja. Gebeurt dat wel. Ja. Wat wij niet willen, en dat is waarvoor wij waken, daarom hebben we de minister ook, minister Ramdin, altijd gezegd, laten wij het niet zo ver brengen dat het personeel in beraad moet. Ja. Ja, toch? Ja. Wij hopen dus dat zij de afspraken nakomen. Ja. Zij hebben ons, eigenlijk heb ik niet over dit alles nog gesproken, maar dat ze de afspraken nakomen, zodat het personeel het beraad kan opschorten. Ja, en wat is nu uw concrete oplossing? Als minister Ramadim u nu zou bellen, wat wil u van hem horen, waardoor u zegt van luister personeel, twee zijn dingen, ik weet het niet, we kunnen gewoon weer volop gaan werken om die zorg te garanderen, want u heeft ook een eed afgelegd als verpleegkundige om die zorg te garanderen voor de behoeftigen, dat is uw werk. Maar wat is er nodig concreet van die minister dat u zegt van aboom, hey mensen, zo, dus kijkt u, daarom wil ik even doorgaan. Ja. De COVID-19 toelage is intussen gestort. Een deel? Nee, is gestort. Dat heb ik begrepen hoor, gisteren pas. Ja. Is alles gestort, want hier en daar een beetje misgegaan. Dus eigenlijk, als ik het dan zo goed zeg, meneer Pool, als vakbondsvoorzitter, eerst moest er gerger gemaakt worden van paamonide en dan wordt het in één keer gestort. Niet eens in één keer gestort. Okay. Dus begrijpt u? Ja. Daar gaat het ook mis. Ja. Overlegorgaan is intussen geïmplementeerd. En, de leden van de verschillende actoren moeten worden aangewezen, zodat die officieel kan worden geïnstalleerd. En een overlegorgaan, waar is dat voor nodig? Kijk, op het arbeidsgebied, op het personeelsgebied zijn er soms problemen. Okay. Welke bond en directie niet speciaal aan tafel hoeven te komen om op te lossen. Toch? Het is een soort orgaan dat gaat praten over personele aangelegenheden om ook de directeur te kunnen adviseren om bepaalde maatregelen te treffen of besluiten te nemen. Een soort van tussenschakel. Ja. Oké, helder. Het is geen onderhandelingsorgaan, nee. Het is gewoon een overlegorgaan. Ja. De kwestie van de ontheffingen, de vaste aanstellingen voor personeel, ben ik gisteravond gebriefd door minister Ramadin dat de Raad van Ministers het uiteindelijk heeft goedgekeurd gisteren. De massieve heb ik nog niet gezien, maar hij heeft me dat doorgebriefd. Dus nu is het dus die wat 200 zoveel mensen die krijgen 210, dus nu vaste aanstellingen. Naar zeggen van de minister gaat dat gebeuren. Ja. Er is afgesproken met minister Bronto, dat is de minister van Binnenlandse Zaken, dat wij een groep maken, een soort commissie, waarbij ook de bond is betrokken, zodat de beschikkingen snel afgehandeld kunnen worden. Okay. Dus hij gaat de mensen van BISA speciaal daarvoor zetten, okay, dat het heel snel afgehandeld kan worden. Okay, dus dat is al... normaal is het een hele rompslomp. Ja. Wat wij concreet willen nu op dit moment, is dat ten aanzien van FISO,
Ja. Dat wordt geregeld. Het moet vastgelegd worden staan dat wij uittreden uit FISO en dat de loonreeks van AZ geïmplementeerd mag worden. Wanneer dat is vastgelegd, dan denk ik dat het personeel zegt, oké, dat is een van de dingen. Dat, oké, we kunnen het beraad opschorten. Wanneer? Men, want er is nog een trenton. Mag ik over die loonreeks hoor, want dit is voor mij abracadabra. Dus leg me uit, meneer, wat leek. Zijn dat een loonreeks en zijn dat FISO? FISO is een loonreeks. Oké. FISO is een loonreeks, eigenlijk die van toepassing is over het algemeen op landsdienaren. Oké. Waarom ik zeg over het algemeen? Omdat intussen alle beroepsgroepen met de zorg na, op de zorg na, er al eruit zijn getreden. Maar dus dat ding werkte niet, die FISO? Het werkt niet. Oké. Het werkt niet. Het is dus door iemand bedacht, we gaan een FISO dingen doen en vervolgens werkt het dus niet? Nee, het werkt niet. Oké. Wat er verder is, we willen eenduidigheid van de lonen in het ziekenhuis. Want je moet begrijpen, je hebt verschillende modellen waarop het personeel nu wordt gewaardeerd. Je hebt mensen die ambtelijk worden gewaardeerd en mensen die buiten ambtelijk worden gewaardeerd. We willen naar één systeem, een duidelijk systeem voor iedereen. Oké. Dat is wat we ook willen. En jullie ziekenfondskaart, dat is ook belangrijk? Want dat is heel belangrijk, dat is het andere punt dat ik u zou aangeven. Uh-huh. Wij hebben, want ik heb het ook gehoord van de minister, dat hij dingen gaat publiceren enzovoort. Hij mag publiceren. We zijn niet hier bezig met geheimzinnige dingen. Hij mag publiceren. Wat zou hij publiceren? Hij gaat publiceren de secundaire voorwaarden, althans de medische voorzieningen, waarop wij reeds aanspraak maken. Misschien kunnen jullie gewoon een wensenpakket voor me halen. Ja. Wij hebben werkelijk in het ziekenhuis met de directies kunnen regelen, toch, of ik praat over AZ, de anderen natuurlijk ook, dat het personeel heel veel medische voorzieningen heeft. Maar het is nog steeds zo dat personeel moet betalen voor medicatie, vooral die niet op de klapper voorkomt. Ja, toch? En u zegt eigenlijk zou dat niet moeten, we moeten dan zo verzekerd zijn dat wij als zorgwerkers onze medicaties kunnen krijgen. Misschien tegen een kleine vergoeding? Dat zou kunnen, eigen bijdrage. Is er, want wij betalen SNF. Oh ja, tuurlijk, ja. Ja toch? En elke keer dat jouw loon wordt aangepast, jouw bezoldiging wordt aangepast, wordt die premie van SNF automatisch ook aangepast. Ja, dus eigenlijk met pijn. Want we praten over een premie van 9%. Ja. 5% de werkgever, 4% de werknemer. Maar dat schroopt men niet. Men zegt dan niet, wacht even, want de mensen hebben het moeilijk. Het wordt direct ingehouden. Ja. We hebben een overeenkomst dat al lang is gesloten, waarbij eigenlijk is aangegeven dat zorgpersoneel vrije geneeskunde moet hebben. In feite, ik zeg het klonom pai. Wij hebben niet gezegd, we willen niet betalen. We vinden het erg om de SNF te betalen, maar laten wij wel genieten van goede zorg, medicatie, etc. Wat hebben we gedaan? Nadat zo redelijk zijn we geweest, nadat bleek dat wij in feite voor de gek zijn gehouden door de minister, ik zeg het zo omdat het voor mij zo overkomt, hebben wij gelist. We hebben vergeleken met de overige groepen die een premiumkaart hebben gehad en we hebben gekeken wat ontbreekt er bij ons. Mevrouw, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zaken hebben we gelist voor de minister. En weet u wat de minister zegt? U moet met uw directie gaan praten, zij moeten het doen. Mami Gado, als de directie nu al problemen heeft, op dat punt wil ik komen wanneer we praten over de lichtdagtarieven, om het ziekenhuis in stand te houden. Hoe gaat de directeur, die handelt hier in opdracht van de werkgever, die eigenlijk de werkgever hier vertegenwoordigt, hoe gaat die directeur dan extra dingen toekennen op dit moment? Dat zou niet lukken. Want er is geen geld. We zijn geen vreemde Elisabeth. Het geld is er niet daarvoor. De politie, ik vergelijk even wat het zelf beroepsgroepen. Het ministerie van Justitie heeft het op zich genomen om die extra dingen, want ik heb die overeenkomsten ook hier. Mm-hmm. Heeft het op zich genomen om die extra dingen voor de mensen te betalen. Okay. Ja toch, wij hebben de minister gevraagd, want hij praat over de directe werkgever hier. U bent werkgever, het is uw ministerie. Kunt u niet ervoor zorgen op de een of andere manier dat wij deze enkele dingen krijgen? En hij weigert. Waarom weigert hij? Nou, ik weet het niet. Hij zegt dat kost geld. Maar wat kost zijn geld?
Ja, wanneer de mensen naar het werk moeten komen, kost het ook geld. Ja. Wanneer de mensen tijdens de COVID-pandemie hun gezinnen zelf in de steek hebben gelaten om zorg te bieden. Ik wil niet veel praten, maar er zijn ook enkele die zelfs hun leven hebben verloren om de zorg te bieden. Daar kijkt men niet naar. Dat kost geen geld. Kost meer dan geld. Toch? Dus ik weet niet wat het probleem is. De minister heeft ook aangegeven, misschien heb ik het al gezegd, ik ga het boven schrijven, dat in feite de neerdialyse gesloten is. Het is niet waar. Heeft hij dat gezegd? Dat heeft hij gezegd. Dat het gesloten is. Aan tafel heeft de minister van Binnenlandse Zaken toen ook gevraagd aan ons, als de neerdialyse gesloten is. Okay, de dokter, ze kan op dit moment niet hier zijn, omdat ze ook werkt in het neerdialysecentrum, heeft ook aangegeven, het is niet waar, het centrum is niet gesloten. Er ondervindt natuurlijk vertraging. Ja. Toch? Er vindt vertraging plaats, maar het is niet gesloten. Nee. Dus oké, als ik begrijp, heeft een miscommunicatie met de minister ten aanzien van lichttarieven, hè? Want daar begrijp ik ook helemaal niks van. Vertelt u, wat is een lichttarief en waarom is dat een probleem? Dus kijkt u, lichtdagtarieven. Of lichtdag, ja. Okay. Toch? Lichtdagtarieven is eigenlijk een deel van de inkomsten, het grootste deel van de inkomsten van het ziekenhuis. Correct. Wanneer je komt liggen in het ziekenhuis, dan moet je betalen. Ja. En het zijn overwegend de verzekeraars die daarvoor betalen, met SZF als grootste ertussen. Okay. Ja. Zo. Als de lichtdagtarieven, onder andere, want er zijn ook dingen van het lab enzovoorts, toch, waarvoor je moet betalen, die zijn ook een deel van de inkomsten van het ziekenhuis. Ja. Als de lichtdagtarieven verhoogd worden, kan het ziekenhuis zich bedruipen. Zo, in feite zijn wij als bond geen voorstander van het verhogen van tarieven binnen de zorg. Waarom niet? We weten dat het moeilijker wordt voor die kleine man. Ja. Ja toch, misschien kan ik het net nog redden met mijn gezin omdat ik hier werk. Maar wat about die burger die misschien nergens is verzekerd? Die bouwvakker die niet is verzekerd? Dus wat moet er dan met die lichtdagtarieven gebeuren? Die lichtdagtarieven, ik kom daarop, die lichtdagtarieven zouden verhoogd moeten worden. Ja. Het is al een beetje verhoogd, maar het is lang niet rendabel. Nee. Want als vanaf 2014 tarieven zijn verhoogd, je gaat ze verhogen in 2020 of 2021 met ik weet niet hoeveel procent, terwijl alle andere dingen met meer dan 400-500% zijn verhoogd. Wat denk je dat er gebeurt met al het nodige welke je moet hebben om patiënten te helpen? Begrijpt u, dus het is lang niet rendabel. En subsidies zijn ook ingetrokken. Maar als je de lichtdagtarief van je wilt verhogen, dan moet je subsidiëren. Als je niet wilt subsidiëren, dan moet het ziekenhuis het van ergens halen. En elke ondernemer, elke organisatie, elke instelling moet uitkomen van de diensten die zo'n organisatie verleent. Ja. En bij ons is het de zorg. Dus dat zijn de problemen. Ja. Oké, helder wat mij betreft. En nu is het dus afwachten op de minister. Dus die drie punten die zeggen, als u dat even aan ons toekent, mevrouw Struik heeft nog wat voor u om te zeggen, dan zijn wij bereid om ons beraad op te heffen. En dan gaan we weer full speed, want jullie begrijpen jullie verantwoordelijkheid als verplegend personeel. Bent u zelf ook verpleegkundige? Nee, ik ben geen verpleegkundige. U? Ja, het is toch wel belangrijk dat er een beetje affiniteit is met die groep. Want, maar goed, u heeft het wel. Want het is wel belangrijk dat die zorg gewaarborgd blijft. Ik als extra, ik heb het niet afgemaakt. Maar toch, kom uit die zorg, is toch wel belangrijk dat de patiënten zeker weten. Want je bent al ziek, dat je naar weri ide van fado, van monyang, van mo so sorgumi. Dat is dus in elk geval gewaarborgd. Alleen zegt u nu op een laag pitje. En de bal ligt nu in de corner van de minister. Van de regering. Van de regering. En met onder andere minister Ramadien en meneer Mark Sprenger, die over het herstelplan gaat. En deze drie punten die u net heeft genoemd, als de minister zegt van oké, prima, u bent gebeld gisteravond, hè, ze gaan wat dingen doen toch? Die overleggen vaste aanstellingen gaan. Geeft de minister aan, dat is goedgekeurd bij de raad van ministers. Ja, en dat is al stap 1. En die twee andere dingen moeten nog geregeld worden. Die andere dingen moeten nog geregeld worden. Dus zolang zij die dingen regelen, wij willen geen afspraken meer maken. Afspraken zijn al gemaakt. Klopt. Ze moeten die dingen vastleggen. Kom je afspraken toekennen, na? Ja, je mag uit visio stappen. Implementatie van de loonreeks.
met alle andere dingen die we hebben besproken natuurlijk. Vanaf eind september mag je eruit, ik geef een voorbeeld, toch? Dat is dat geregeld. SNF, de manier waarop de overige punten welke wij hebben aangegeven, dat wij het krijgen, dat zijn we eruit. Ten aanzien van de bouwkavel zijn we bereid verder te praten. Dat zijn afspraken, ik hoop wel dat partijen zich houden aan de afspraken. En nu natuurlijk enkele andere punten die ook nog opgelost moeten worden. Die moeten ook opgelost worden. Alle punten moeten in beslag krijgen. Ja. Simpelweg omdat er geen vertrouwen meer is, dat heeft het personeel, minister Ramadien, zelf gezegd bij Buitenlandse Zaken. We hebben geen vertrouwen meer in. Dat hebben ze nog zelf gezegd, want je komt je afspraken niet na. Ja. Dus daarom eist het personeel nu op dit moment, we willen niet meer voor de gek gehouden worden. De zaken moeten worden nagekomen. En dan moet men niet zeggen dat er geen reden voor het personeel is om in beraad te gaan. De verantwoordelijkheid van de regering moet de regering op zich nemen. Ja, als men moet niet willen om elke keer weer hun verantwoordelijkheid te schuiven in andermans schoenen. Dus laat die minister mans genoeg zijn om te zeggen van hé, laten we die dingen nu werkelijk oplossen. Afspraken nakomen, dan zijn we klaar. Want we hebben geen persoonlijke dingen met de minister. Hij is in het ambt van minister. Laat hij de verantwoordelijkheden oppakken en de dingen clearen zoals dat moet. Dat is wat we vragen. Oké, dank u wel meneer Poel voor uw uitleg. Ik ga naar buiten. Ik zie wat mensen daar zitten. Kijken als ik misschien wat met mensen kan praten. Het ligt dus nu bij de minister. Bij de minister. Om te zeggen, laten we... Ik wil dat ook toch nog even zeggen hoor. Kijk, we merken ook, want eens hebben ze ons al naar de rechter gesleept. En voor mij, kijk, je kan analyseren toch. Ik ben vakbondsleider. Als mens kan je ook analyseren. De minister heeft het eigenlijk ook gezegd dat ze anders konden antwoorden. Wij zoeken niet het pad van confrontatie op. Wij willen dat de zaken van het personeel geregeld worden. Want daarmee zijn de zaken van de totale gemeenschap geregeld. Als men naar hier komt, kan men medicatie betrekken bij de apotheek. Dat is er zelfs bijna niet. Ja. Als men hier komt, kan men liggen. Men hoeft geen problemen te hebben. Of behandeld worden door de poli. Dus het personeel komt niet op alleen maar voor geld. Dus men moet niet doen alsof of laten blijken dat dat is niet waar. Dus het pad van confrontatie willen wij niet opzoeken. Maar laat het duidelijk zijn. Wij schuwen ook geen enkele vorm van confrontatie. Ja, dus als zij hun maatregelen weer treffen, mogen ze. Ja, u gaat eigenlijk voor dialoog. Dat is waar we voor willen staan. Oké, dank u wel meneer Poel. Ik krijg iets lekkers daar. Ik weet niet, ga ik zo eraf. Hè? Hij is bezig. U mag met hem praten. Wat voor lekkers heeft u daar? Al ginger of zee? Meneer Tari. Wat maakt u voor lekkers daar? Daar waar. Ik heb krakjes daar gemaakt. Oh, nee, daar is. Moet dan gebruiken. Dank u wel en heel veel succes. Ik ga even met het personeel praten. Dat was meneer Poel, vakbondsvoorzitter van AS. Yes. Eigenlijk drink ik geen fris, alleen water. We zien het personeel daar zitten, mensen. Die zijn aanwezig op hun werk. Nee, het wordt vertraagd gewerkt. Het is... Tanja! Ja, mensen, alles is politiek, hè? Alles is politiek. Politiek is met alles gemoeid. Je kunt politiek gebruiken ten goede. Dus niet, politiek is goed als je het goed gebruikt. Maar het is lastig. De druk. Ah, super. Ja, weet ik. Oké. Okay. Nou, hier zit het personeel. Ik weet niet of ze... ziet het personeel hier zitten. Ik weet niet of ze gefilmd willen worden. Goedemorgen. Mogen jullie gefilmd worden? Nee, ze willen niet gefilmd worden. Maar we zien personeel even snel hier zitten. En die zitten dus hier te zitten. Mensen willen niet gefilmd worden. Die komen op voor hun rechten, maar je mag ze niet filmen. Oké? Okay? Aboe mensen, ik ga eruit. Ik ga nu echt naar het mortuarium. Het is even tussen gekomen. Tot later. Ciao, ciao.